geld op doen? Ja, we hadden wel voorschieten. Ja, ik kom hier eigenlijk op best wel lang. Elk jaar wel, doe ik wel een paar keer mee. Van de week trekken dan de spelers, dus dan lukt het even twee keer niet. Maar ik vind het altijd gewoon lekker, weet je. Anders moet je vandaag weer 4-5 uur door de polders. Ja, nu fiets je even 1,5 uur ervoor, doe je een uurtje cross. En fiets nog even daarna en dan kun je daarna lekker op de bank zitten en heb je voldaan gevoel. Amsterdamse crosscompetitie is een verzameling van 12 crossen over een jaar door 12 verenigingen georganiseerd. Elke week ergens anders. Voor profs tot en met amateurs of oude buurmannen die elkaar het leven zuur maken. Maar dan in het veld voor de lol. Van winnen op de Champs-Élysées naar een hooischuur in Landsmeer. Voor Dylan Groenewegen is dat de normaalste zaak van de wereld. Vanaf het ontstaan van de Amsterdamse crosscompetitie is de geboren Amsterdammer erbij. Ja, hier ken ik dan veel jongens en kun je gewoon lekker met elkaar een beetje ervoor fietsen, nog een beetje daarna. En lekker met elkaar het crossje doen en het zorgt altijd voor leuke verhalen en je bent lekker bezig. Dus je bent ook hier niet met de auto heen gekomen, maar op de fiets? Nee, we komen eigenlijk altijd op de fiets. We gaan lekker op de fiets erheen, laten de banden iets aflopen. Een beetje zachtere banden voor wat meer grip, dan gaan we lekker even crossen. En dan weer gezamenlijk op de fiets terug. Dylan Groenewegen! Al vroeg in de wedstrijd slaat de 15-jarige Michiel Maurits een gaatje. Dylan Groenewegen moet bijna de gehele race in de achtervolging. Al die bochtjes, dat liggen wat minder. Dan speel ik steeds een 10 meter. En toen ging ik op de technische stukken op kop rijden in de snelle bocht. En dan pakte ik daar steeds een gaatje. En ik probeerde het gat gewoon een beetje te houden. In een prachtige race weet de geboren Amsterdammer Michiel Maurits zijn voorsprong te behouden en wint de wedstrijd. Op een aantal seconden wordt Dylan Groenewegen tweede. Het ging op zich wel goed, die eerste 4 rondes niet zo. Daarna kwam ik wel beter in, maar als er dan niemand beter is, dan een mooie trainingsdag. En we hebben in ieder geval weer een bosje bloemen. Hoe voelt het winnen van Dylan Groenewegen? Dat is toch niet de minste? Nee, dat is wel speciaal, ja.